Yo guys, Gletsch hier met een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Outlast 2. De vorige keer zijn we hier gebleven, ik heb er super veel zin in, want Karen is nog daar. Ah, Karen is al weggegaan. Maar daar zijn de mines en daar moeten wij naartoe. Nou, ja, dat is inderdaad de mine. Ja, wat? Inderdaad, waar die struiken Lin hebben meegenomen. Allee, ik noem die heretic struiken, want dat is echt gewoon letterlijk bewegende struiken. Kunnen ze ook Groot noemen natuurlijk. Oh, wauw. Ik ben net gerekt door een cactus, oh my god. Dat sloeg letterlijk op niks. Wat is hier? Ah, zonder eens een foto van trekken ze. Dan is ze ook weer content. Oké, okay, zeker dat dat een mine is. Ziet er niet echt als een mine uit, maar seems legit. Ah, gebruik die dan. Ah. Oh wow. Wait. This is before I found her hanging. Oh. Wake up. Wake up. Ja, inderdaad. Ik ga echt één dikke jumpscare hebben strak. Hallo. Ik kan niet editen, fuck jullie. Niet hide in de comments. Er was iets, er was iets. Er was fucking iets. Ah ja, nu. Hier. Thank you. Graag gedaan. Oh wow. Jessica would have left the hangman somewhere. Het zijn sowieso 2000 kinderen. 2000 kinderen spelen ook altijd de hanggame. Echt for real. Dat waren kinderen op onze speelplaats. Echt waar, van een jaar jonger dan van ons. En die waren for real de hanggame aan het spelen. En met de hanggame bedoel ik de hanggame. Niet linkse, maar het rechtse. En ze zeiden dan zo tegen ons, ja, als je die kinderen dat ziet doet, als je die kinderen dat ziet doen, dan moet je die tegenhouden. Het zijn 2000 plus kinderen, maakt niet uit. En nu zal ik naar hier moeten, zeker. Wat is daar? Maar hij zegt, ik kan veel zien. Oh. Ah, dat was ik vorige keer. Met de Force Awakens. Poster. Kijk, hè. Nee. Ik loop wel zo, dat vertrouw ik niet. Rotzak. Kutspel. Wajo, jongen. Hoe groot is deze school? Ah, volgens mij liep er iemand. Ah ja, een geest ofzo. Stel je voor dat plotwist ineens de Walrider zou zijn. Denk het eigenlijk niet. Dit is trouwens zo vrij eng. Ik moet sowieso naar de lockers gaan. Oh wauw, dacht dat er iets meer lockers waren. Is dat ineens een andere klas of zo? Geen fucking idee wat ik moet doen trouwens. Ik zit hier maar rondlopen in deze school, super leuk. Af en toe komt er een geest op mijn scherm, seems legit. Oh, VLE, nice. Siri toevallig. Ah. Ah. Oké. Okay. Ah, ik snap hem. Denk ik. Wacht. Ik zie geen scheid. Ja, nice. Oh. Er komt iets bij.
Dat was er nog niet. Denk ik. Ah. Unforgivable. Sounds about right. Inderdaad. Wat ben ik daar nu mee? Het zijn wel saving, dus. Kan ik hier nu in? Nep. Oké, nu zal ik terug naar daar moeten waarschijnlijk. Oh man, deze spel met zijn raadsels, what the fuck, doe normaal, laat mij gewoon verder. Ah, kan ik hier of zo? Oh jongen, rustig. What the fuck, kan ik hier? Amai, zoveel speeksel te rollen. Ik denk wel dat ik verder raak nu. Oh, een oude man die terug begint te lachen in een school. Waarom kan die deur niet open doen? Ah. Ja. Very funny. Very funny. Very funny. Ik heb eigenlijk het gevoel dat er nu een jumpscare komt, maar... Sorry voor de onderbreking, maar we gaan even een quiz houden. De vraag is, wat is er achter deze deur? A. Er is een jumpscare en een fiets met de tyfus. B. Er gaat niets gebeuren, want Outlast 2 is niet eng. En C. Ik ga gewoon terug naar de gewone wereld. Je kunt helemaal niks winnen, good luck. Ah, rot. Fuck off. Ik wist het. Inderdaad, u had goed geraden. Het was antwoord A. Oké, mag ik terug of niet? Ai, mijn keel werkt terug. Ah, dit was er nog niet. Ah, seems legit. Ah, toch niet. Ja, ja, ja. De letters zijn niet lined up. Zullen we kijken? Ja. Ik denk zo terug in de normale wereld ga. I was just here. Huh? Oh, tentacle monster wereld. Ah, ik ben terug. Dat was leuk. En hoeveel batteries heb ik nog? Wacht, zeg alsjeblieft. Oh my god, ik heb nog maar één batterie. Nee, dat is niet zo leuk. Zeker niet dat ik zo hard was verschoten. Mijn keel doet al fucking zeer. Ah, ik hoor een leuke man roepen beneden. Ik denk dat hij eerder aan het klaarkomen is. Waar zit je? Ja, ik zei iets aan het filmen, maar ik zie het helemaal niet. Wie is er aan het klaarkomen? Kom mee doen. What the fuck? Ja, rot op. Hey. Dankjewel. My dear Simeon, rot op. Voilà, ik heb er een foto van. Dat is niet de bedoeling. Oh. Maar film of film niet? Oh Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. De kijker en ik weten allebei wat er gaat gebeuren.
kan ik niet aan doen dat hij zijn evenwicht niet kan houden, hè? Oké, evenwicht houden. Ah ja. Ah, vuurvliegjes. Ik denk niet dat het vuurvliegjes zijn. Ah ja, dit stukje is iets te lang. If you know what I mean. Er lag wel een batterie, denk ik, daar beneden. Ik zou die balk gaan liggen zijn, denk ik. Dat zou ik gedaan hebben. Gewoon die balk staan liggen, dan kun je er toch niet afflikkeren. Die aan het praten met Pimo en zijn man, die eerst. Oh, wat was dat? Dat zo. Oh, ik lig over mijn kop. Ah, geen probleem. Volgens mij was dat de man die aan het klaarkomen was. Oh, Mongol. Oh, mijn camera. Als er een barst in het scherm is gekomen. Guess I'm taking the long way. Ja, met een nieuwe villain. Hoe gaan we die noemen? Ik ben blij dat die ene batterie nog had meegepakt daarnet. Nou, er is weer al iemand klaarkomen. Waarom komen er zoveel mensen klaar in het spel? Ongelooflijk. Ah. Een briefje, maar geen batterie. Godverdomme, stom mens. Ja, daar kan jij niet door kunnen, zo mager zet je het niet. Of gaat dat wel? Ah nee, oké, nee. Hallo. Ah, wauw. Een boom. Net even dat ik niet verder kon en dat ik terug moest. Dat zou heel typisch geweest zijn. Oh ja. Kijk, hier is een nieuwe level. Dat ziet je gewoon. Want je kunt niet teruggaan. En het is een bos. Kijk, hè. 3, 2, 1. Nieuwe level. Ja, zie je. Saving. Deze is echt vrij eng. Ik heb veel speeksel trouwens. Oh, wat was dat? Ik heb amper gezien wat dat was. Was dat een springhaan of zo? Wat de fuck is hier de bedoeling? Hallo. Ah. Natuurlijk, ze hebben gewoon een tunnel voor mij gemaakt. Superleuk toch? Wacht. Ah, ik dacht dat er iemand op die boom aan het slagen was. Oh. Sickness here, God bless. Fuck. Some other way around. Are you fucking kidding me? Is het gesaved? Oké, dus heb ik gezien dat we weer al een weg rond moeten vinden. Want deze man, ja, yeah. Deze man heeft pech gehad, maar hij. We zullen een wegje rond moeten vinden. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk van Outlast? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Outlast 2.
En ik zeg ciao.